Anne, mijn Anne, gaat over de vrouwenliefde, over de zoektocht, de hartstocht, de sensualiteit, de eenzaamheid en uiteindelijk over de essentie van de liefde. Inspiratie komt eigenlijk overal vandaan. Uit mijn eigen leven, uit het leven van mensen om me heen, wat ik zie, wat ik lees en wat ik hoor. Ik heb Anne mijn Anne niet met een specifieke doelgroep in mijn hoofd geschreven. Nu het klaar is, hoor ik van zowel vrouwen als mannen dat ze het een prachtig roman vinden. Dus ja, doelgroep is een breed begrip. Anne mijn Anne is een heftig roman. Het is een roman zonder gêne, zonder schaamte. Ik zou zeggen, fasten your seatbelt.